Rogier Meijer, na een moeizame gelijkspel tegen Telstar. Een beetje waardeloos weekend zo voor NEC. Ja, vervelend. Ik denk dat het een lastige wedstrijd voor ons was. Waarin weinig ruimte lag om aan te vallen. Ik denk dat we eerst zelf denk ik wel de betere ploeg waren. Hè. Met name in het tweede gedeelte van de eerste helft konden we ook een betere vrije man vinden. Na rust was het niet goed, was het slordig. En ja, brachten we hen ook een beetje in de wedstrijd, omdat ze dan konden omschakelen. Dus ja, een goede wedstrijd was het zeker niet, nee. Ik voel het eigenlijk al vanaf seconde 1 in de tweede helft zo van, hey, dit gaat minder dan de eerste helft. Had je dat zelf ook? Ja, de pit was er een beetje uit, leek het wel. Dat is gewoon kloten. En dan moeten we nagaan hoe dat komt en moeten we oplossen. Proef ook een beetje een gebrek aan vertrouwen waar je voor een paar weken geleden mensen de bal naar voren zag spelen. Nu allemaal tikkie terug en dan wordt het moeilijk om aan te vallen. Nou ja, dat heeft ook te maken met de tegenstander die met heel veel mensen achter de bal speelt. En dan is de ruimte klein. En in het middenveld werd ook gevolgd, dus dan is het lastig om wat af te dwingen. Ja, dan heb je ook wat geduld nodig aan de bal. En dan zul je rond moeten spelen, geduldig moeten zijn tot het juiste moment daar is. Ja goed, en als je voor die tijd al een fout hebt gemaakt, dan kan ik me voorstellen dat je de volgende keer denkt van dit is even lastig. Alleen ik vond ons gaandeweg de eerste helft dat beter doen, zonder grote kansen. Maar dan krijg je wel een bepaalde dominantie aan de bal in de wedstrijd. En wat ik al zeg, na rust was dat een stuk minder. Ja. Nou, laat misschien naar het positieve voor jou kijken. Er zat een aanvoerdersband om je arm vandaag. Hoe voelde dat? Ja, dat is natuurlijk mooi. Het is een eer om aanvoerder te zijn van deze club. Dus dat is alleen maar mooi. Voel je dan ook een beetje druk van, hey, ik moet nu wel de jongens op sleeptouw nemen, meer dan anders? Ja, ik heb gewoon mijn eigen spel gespeeld en ik doe zoals ik altijd doe. Dus of er nou een band om mijn arm zit of niet, dat maakt niet zoveel uit. En pas eigenlijk in de echte slotfase proefde ik een beetje, ik zag wel weer een ploeg dat voor de winst ging. Maar duurde wel lang, vond ik. Ja, omdat je, als je de bal elke keer kwijt bent en de ruimte zijn groot, ja, dan zit je overal tussenin. Dus dan is het ook lastig om druk op de bal te krijgen, dan is het lastig om de bal te houden. Nou, de laatste fase hadden we het even omgezet en toen kregen we weer iets meer structuur daarin en hou je de bal ook iets langer. En ja, dat is wel de bedoeling van het spel uiteindelijk. Ja goed, nu de vraag is, hoe krijg je die pit weer terug in het elftal de komende weken? Ja, gewoon weer hard trainen en de volgende wedstrijd voorbereiden. Dus elke wedstrijd is een wedstrijd op zich, dus het komt wel goed. Oké, nou aanstaande vrijdag tegen Excelsior uit. Ja, precies. Krijg je een beter NEC te zien? Daar ga ik wel van uit, ja. Okay, succes. Daar gaan we ons best voor doen.